zijn in Utrecht bij het nieuwe pand van het RIVM. Wat het gebouw zo uniek maakt is dat hier straks onderzoeken gaan plaatsvinden voor volksgezondheid en milieu. Dat gebeurt in speciale laboratoria onder zeer kritische omstandigheden. Processen in laboratoria zijn afhankelijk van een goede energievoorziening. Daarom is een goede energievoorziening cruciaal voor de veiligheid. Daar hebben we al onze kennis van energiedistributie op ingezet, samen met onze partner Elektro Internationaal. Om de betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen, hebben we in de OKKA hoofdverdelers een noodstroomschakeling geïmplementeerd, welke onder andere 200 laboratoriumverdelers voeden. In het geval van het spanningsuitval zal het non-preferente deel van de verdeler zal afvallen, waarna een generator opstart en het preferente deel overneemt. Het derde deel, het absolute kritische deel, is geplaatst achter een UPS, waardoor de processen bij een spanningsuitval niet worden onderbroken en de labonderzoeken geen schade oplopen. We houden goed overzicht in het gehele energieproces, doordat we continu de energieverbruik, kwaliteit van het netwerk en de actuele status van de installatie meten met diverse componenten in onze verdeelinrichtingen. En al deze componenten zijn gekoppeld op het Power Monitoring Expert Dashboard van Schneider Electric. Het RIVM streeft het BREEAM certificaat na en het inzicht in het energieverbruik draagt bij aan het duurzame karakter. De meerwaarde van Elektro Internationaal in dit project is geweest dat wij onze expertise hebben kunnen toepassen om mee te denken met slimme oplossingen om de meetbaarheid en de continuïteit van de installatie te garanderen. Als partner is Elektro Internationaal een absolute specialist in onze producten en dat is terug te zien in het afgeleverde werk. Ik ben zeer tevreden met het eindresultaat. Ik denk dat we een betrouwbare, duurzame en toekomstbestendige installatie hebben neergezet.